Cloud computing? Wat is dit nu precies? Simpel gezegd wordt bij cloud computing gebruik gemaakt van standaard diensten via het internet. Voorbeelden hiervan zijn e-mail, bestandsopslag en de elektronische leeromgeving. Clouddiensten zijn bovendien schaalbaar en elastisch. En er wordt alleen betaald voor de diensten die werkelijk worden gebruikt. Maar waarom zou het onderwijs clouddiensten gebruiken? Onderwijsinstellingen hebben vaak hun eigen software en servers en ICT'ers die dat alles operationeel moeten houden. Omdat al die techniek van de instelling is, zijn er ook de zorgen die daarbij horen. Met cloud computing valt dat allemaal weg. De meeste technische componenten en de software verhuizen naar de cloud en zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier van de clouddienst. Het enige wat de onderwijsinstelling overhoudt zijn de webbrowser en een internetverbinding. Alle toepassingen draaien in de cloud en worden gebruikt via de browser. Wat zijn de voordelen van cloud computing in het onderwijs? Focus op het benutten van ICT. Er zijn minder investeringen nodig in apparatuur en software. En er is minder aandacht nodig voor techniek en systeembeheer. Daardoor kan gefocust worden op de toegevoegde waarde van ICT in het onderwijs. Plaats- en tijd-onafhankelijk werken. Als een PC, laptop, tablet of smartphone over een browser en internetverbinding beschikt, kan ermee gewerkt worden in de klas, in de collegezaal, de bibliotheek, in een projectruimte of thuis. Online samenwerken en projectgebonden leren. Verschillende clouddiensten maken het mogelijk om samen te werken aan bestanden die ergens in de cloud worden opgeslagen. Voor het onderwijs kunnen deze voorzieningen zelfs gratis zijn. Praktisch voor teamwerk en projectonderwijs. Opslag en rekencapaciteit voor onderzoek. Grote hoeveelheden onderzoeksdata kunnen in de cloud zonder problemen worden opgeslagen en gedeeld. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van rekencapaciteit voor grootschalige wetenschappelijke berekeningen. Alleen betalen voor wat werkelijk wordt gebruikt. Is er op een bepaald moment meer capaciteit nodig, bijvoorbeeld bij het begin van het nieuwe school- of studiejaar, dan is dat er ook gewoon. Je betaalt dan tijdelijk wat meer. Is er wat minder nodig, zoals tijdens de zomerperiode, dan geef je de extra capaciteit gewoon terug aan de cloud en betaal je wat minder. Veel onderwijsinstellingen gebruiken al clouddiensten, zoals webmail van Google of Microsoft of het opslaan van video's in YouTube of Vimeo. Ook hebben velen de overstap gemaakt naar clouddiensten voor leerlingadministratie of elektronische leeromgeving, of overwegen deze te maken. Cloud computing kent dus veel voordelen. Er is echter ook een nadeel. Het gaat om standaarddiensten. Maatwerk is dus niet mogelijk. Daarnaast zijn er bij clouddiensten belangrijke aandachtspunten, zoals privacy en integratie en samenwerking tussen de verschillende clouddiensten. Deze verdienen meer aandacht dan bij traditionele extern geleverde ICT-diensten. Dit is dus cloud computing. Het biedt onderwijs en onderzoek veel nieuwe kansen en geeft ruimte om te focussen op het inzetten van ICT om het onderwijs te verbeteren. Ziet jouw school of instelling toekomst in cloud computing? Het cloud-project van het Surfnet Kennisnet Innovatieprogramma geeft praktische hulpmiddelen en best practices voor planning, besluitvorming en invoering van clouddiensten. Ook belangrijke aspecten als contractering, beheer, privacy en identity management, architectuur en dataportabiliteit komen aan bod.